stiefvader, die had een akoestische gitaar. En toen had hij er in één keer nog één. En hij gaf de oude aan mij. En hij gaf me 3 akkoorden te leren. De G, de C en de D. En toen kon ik de blues spelen. Ik wilde toch iets aparts en iets met z'n drieën. En ik werd toen sessieleider in de Pater. En dan ga je een heleboel muzikanten ontmoeten en ontdekken. Very tough and sweet. Every time we meet, the wall is surrounding you. No single note is blue. Oh, so straight and kind. Ik ging trouwen met een vrouw met 3 kinderen. Plus, ik werd vrachtwagenchauffeur. Dat doe je gewoon gelijk 60 uur per week, dus dat werd geen spelen meer. En ik heb 19 jaar stilgestaan. 2013, baan weg, huis weg, vrouw weg. Ja, dan ga ik weer de muziek in. Ja, dan toch bij Hans Borias terechtgekomen. En daar ben ik Paolo Globba tegengekomen. Hey, fijne bassist. Ik wil mijn band bij elkaar weer krijgen. Ik wil weer de Boss Blues Band hebben. Dus even later kwam Chris van der Croft erbij. Dus ik ging ook weer schrijven. Want ik was in die tijd nogal erg verliefd op een bepaalde dame. Daar heb ik een hele cd voor gemaakt. In 2 maanden geschreven, 13 liedjes. Muse or not amused. Led by beauty, led by pain, out of control, blind and insane. If I tried to change what was not mine, I was overloaded by fame or a touch so fine. Led by greed, led by lust. In 2014 zagen we Peter Selberger op de sessie. En ik gewoon stout schoen aan. Peter, wil je meespelen? Ja hoor. Boss Blues Band compleet. Breder maken van al die liedjes die ik aan het maken was, die ik gemaakt had. Covers werden leuker, mooier. En sommige zullen we met z'n drieën doen als Boss Blues Trio. Want dat kan ook. I cannot get you out of my mind. I can get you out of my eyes. Paolo Grobbe en Bas Paardenkoper samen zijn de producer geweest van The Muses or Not Amused. En als ik dan op een gegeven moment ergens wil blijven hangen omdat het zo lekker voelt, dan moeten mijn medemuzikanten heel goed opletten. Want dan blijven we even loopen, zoals ik dat noem.